Goedemorgen, welkom bij de Pilates. 25 minuutjes Pilates workout. Voeten heupbreedte uit elkaar. Neem je armen mee naar voren, open zij, terug en laat hem zakken. En de 1, open, terug en 1. Ja, en terwijl je dit doet, voel de spieren achter op je rug naar elkaar toe bewegen. Terwijl je je armen opent. Dus je schouderbladen plat op je rug. Heel belangrijk. Nog maar 4. Open. Terug. En. Hou je armen zijwaarts. En gebruik je midden. Zijwaarts. Press. Press. Zijwaarts. Je heupen blijven stil. Je blijft stevig staan op beide voeten. En je duwt om en om, zij, zij, zij. Laten we er nog 4 doen. 4, span je buikspieren goed op. Hou je ribben boven je heupbotjes. 2 en 1. Plaats je handen op je heupen en maak cirkels linksom. Beweging is heel fijn voor je onderrug. En voor de zijkant. Andere kant op. Reverse. Maak hem zo groot als je zelf wil. Wilt. Nog 2. En nog 1. Sluit je voeten helemaal. Handen op je knieën. En maak cirkeltjes rechtsom. Gewrichten deze ochtend. Andere kant op. Zonder te duwen op de knieën. Gewoon alleen maar je handen rustig laten steunen. Nog 2. Nog 1. Zet ze stil. Kom helemaal voorover hangen. Knieën zijn licht gebogen. En roll up. Laat die armen hangen. Zet je voeten heupbreed uit elkaar. En roer je naar beneden. Wervel voor wervel. Keer naar je borst. En rollen. Nog maar 2 keer afrollen. En ik wil jullie vragen om echt in jouw lijf te landen. Voel elk werveltje. 1 voor 1 afwikkelen. We hebben geen haast. Rollen. Adem naar je vingertop toe. Nog 1 keer. En dan blijven we beneden. Vanuit hier kruip je op handen en knieën op je mat. Handen recht onder je schouders, knieën recht onder je heupen. En strip je rechterbeen naar achter. En maak ook hier cirkeltjes naar buiten en naar binnen. Op bilhoogte. 8, voel je lengte in je lijf. En wissel. Knieën heupbreed uit elkaar, linkerbeen naar achter. Handen onder je schouders en cirkel naar buiten en naar binnen. Je heupbotjes wijzen richting de mat. Vingers zijn gespreid. 7, 8, gaat op 12. 12. Kom hier op beide knieën, strek je rechterbeen naar achter, linkerarm naar voor en doe hetzelfde. Je arm en been. 2. Cirkel met je arm linksom en cirkel met je been rechtsom. Coördinatie. Hou jezelf in balans. Met je navel in en op. En wissel van arm en been. Vind je midden weer. Waar is je center? Waar is het diepste middelpunt van je lichaam? En go. Cirkel. Been linksom. Arm rechtsom naar buiten. Dus je cirkelt met je arm en been naar buiten. Gewoon doen. Niet te veel nadenken. Oeh, wel gelijk, hè?
12. En plaats je hand en knie tegen de mat. Doen we nog één keer rechterbeen achter. En maak een crunch. Bolle rug, afgevlakte rug. En strek naar achter. En crunch. En strek. 2. 8 keer met rechts. Adem uit. Adem in. Adem uit voor 5. Adem in. Adem uit voor 6. Adem in door je neus. Adem uit door je neus. Adem in. En de laatste. En kom je op beide knieën, heup breed uit elkaar. En linkerbeen naar achter. En crunch. 2. En strek. 2. Adem uit. 4. In. En adem uit. 5. Ietsjes meer bolling. En nog eentje. Heel goed. Plaats je bal van je voet neer, van je linkervoet. Kruip op je onderarmen. Vuisten bij elkaar. En kom naar je plankpositie. Adem hier voor 5 in. 5 uit. 4 in door je neus. 4 uit door je neus. Adem in 3. Adem uit. Adem in 2. Adem uit. Adem in 1. Adem uit. Heel goed. Plaats je knieën. Kom liggen plat op je buik. En breng je handen onder je borst. En op. Strek je armen zij. Terug. En naar beneden. Lift. Armen zijwaarts. Dek extension. Hou je benen zoveel mogelijk gesloten. Benen ver weg strekken. Naar achter. Neer. Blijf de lengte ervaren. Op je inadem lang. Op je uitadem kracht. Laten we er nog 4 doen. En de 4. Blijf rustig naar de vloer kijken. 3. Nog 2 te gaan. En nog 1. 1. Strek. En plaats je handen onder je borst. Lift je beide benen. En maak een sisser. Blijf je borst opstrekken. Opliften. En die benen bewegen door. Zet iets af van je onderarmen. Buikspieren opspannen. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Laat je beide benen zakken. Plaats je handen onder je schouders. Lift jezelf op. Adem uit. Beweeg naar beneden. Via je knieën. Je bal van je voeten naar downward facing dog. Of elephant. Hey, deze houding tijdens Pilates. En wandel met je beide voeten tot tussen je beide handen. Om te gaan zitten voor aan je mat. En dan gaan we liggen. Voeten in één lijn met je zitplank en tik om en om, schuif. En 6 zijn we. Blijf goed doorademen door je neus. Lift je schouder om en om. 11. 12. 12. Strek je rechterbeen weg. Knieën helemaal bij elkaar geklemd. Je linkervoet iets verder naar voren plaatsen. Armen voor je oren. Adem in en adem uit. Kom omhoog tot zit. En langzaam op 4 tellen naar beneden. Adem in. Klem extra de binnenkant van je benen. En spring omhoog. Het kan zijn dat je je linkervoet iets verder naar voren mag plaatsen. Nog 2 keer. En roll up. Adem in voor 4.
slow naar beneden. 4 tellen. Kom helemaal liggen. Handen achter je hoofd. Beide voeten wat dichterbij tegen de mat. En tik weer om en om schuin. 2, 3. Je knieën blijven recht. Knieën wijs in de lucht. Twaalf. Strek je linkerbeen weg, knieën bij elkaar. En plaats je rechtervoet wat verder naar voren. Armen voor je oren, adem in en adem uit. Roll down. 4, 3, 2, 1. En op. Hoogte, linkerbeen op neushoogte en om en om. Single leg stretch. Kin is in. Kijk schuin richting de vloer. Richting het plafond bedoel ik. Vandaag je lichaamshouding. En 10. En 12. Beide knieën bij elkaar. Breng je armen zijwaarts. Leg je achterkant van je hoofd stevig tegen de mat. En vanuit hier gaan we cirkels maken. Opzij, naar voren, naar links en hip lift. Naar links, naar voren, naar rechts, hip lift. Adem uit, lang. En adem in als je stuit lift. Adem uit, cirkel. Adem in, lift. Mooi, voel maar wat er gebeurt in je lijf. Armen liggen gespreid, net onder je schouders. Laat je hoofd helemaal liggen. En voel zelf maar welke delen van je rug de mat raken. Laten we nog 2 cirkels maken. En 1. Beide knieën in. Plaats je linkervoet tegen de mat. Strek je rechterbeen in de lucht. Armen wat lager in de V. En cirkel. Naar buiten, naar voren, naar binnen en naar je toe. Naar buiten, naar voren, naar binnen en naar je toe. Je linkerknie mag je iets naar buiten laten zakken. Zodat je heupen recht blijven. Zakken tot kniehoogte. 3. Handpalmen wijzen naar de lucht. 5. En 6. 7. 8. Ga door. Nog maar 4 te gaan. 3. 2. Laat bekken zakken. Wissel van been. Laat je rechtervoet heel in de elementjes zitten. Linkerbeen in de lucht, armen ietsjes hoger. Knie naar buiten en cirkel. Naar buiten, naar binnen. Laat je been maar gaan. Het enige wat jij hoeft te doen is je bekken te fixeren. Door je navel in en op te bewegen. Je heupwondjes blijven, wat je ook doet, richting het plafond wijzen. Je schouderbladen plat tegen de mat. Achterkant van je hoofd, naar contact met de mat. Einde boven, knieën recht. En hip, lift. Tak. Yes, met een accentje. Lift je stuit. Nog 4 te gaan. Laat je achterkant van je bekken helemaal ook weer zakken. Hè? Helemaal weer contact maken met de vloer. Nog 1.
Yes, buig je knie. Anderen erbij. Handen achter je hoofd. We gaan voor de crisscross. Seven. Crisscross. We liften onze rechterbeen een klein stukje van de mat. Je armen zijn zijwaarts. Lift. Twist. Terug en neer. Lift je linkerbeen op. Twist naar links. Terug en weer laten zakken. Lift je rechterbeen. Twist. Terug in het midden en neer. Bereik met je vingertoppen richting je heel. Laten we het iets moeilijker maken. Je lift, je twist, je reached. Kom terug in het midden. Laat zakken en wacht even. Ja, lift, twist, rijk naar je voet. Terug in het midden. En wachten. Goed op je beide zitpunten blijven zitten. Laatste twee. Verlengen van je onderrug. En de links. Twist. Midden en laat je beide benen zakken. Oké, beweeg naar je vooroverbuiging. Dan gaan we naar de zij. Plaats je linker elleboog recht onder je schouder. Je onderbenen om je lichaam heen. Knieën in één lijn met je onderste heup. Hand achter je hoofd. We gaan liften van het bekken. Hip, lift. Terug en laat zakken. En lift je bekken, strek je bovenste been. Terug en neer. Nog vier te gaan. Vier. Strek. Terug en neer. Drie. Twee. Hou je been boven en maak kleine cirkels. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We gaan tot 12. 9, 10, 11, 12. Laat je knieën zakken. Laat je bekken zakken, heupen. En dan je onderste knie ietsjes meer intrekken. Je zit nu in een hertpositie. Deerpose vanuit de yoga, deerpose. En dan mag je naar voren komen. Ervaar de stretch op je rechterbiel, onderrug. Adem nog twee keer vol, diep in en uit. Hou je been boven en maak kleine cirkeltjes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beweeg beide knieën op elkaar. Laat je bekken zakken. We trekken onze onderste knie in voor de andere kant. Stretch. Deer pose. Je linkerbil, buitenkant, kleine bilspier, middelste bilspier.
natuurlijk je binnenkant been. Rollen. Adem in. Adem uit. Strek je linkerbeen. En kruis je rechterbeen er helemaal overheen. Voor de twist. Slaan ons linkerarm om ons been. Flex je voet. En twist. Maak een twist. Kijk langs je schouder weg. Wissel, andere been. Trek rechts. Buig links. Plaats je voet eroverheen. Sla je rechterarm om je been. Maak eerst lang en dan twisten. Let erop dat je linkerbeen, dus van het been, hoog is. Dat je je zitbol tegen de mat laat landen. Ja, een beetje tegendruk geven. Kijk langs je schouder. Zeer je in over je borst. Plaats je beide voetzolen tegen elkaar. Knieën vallen naar buiten. En kom naar je vooroverbuiging. Neem de tijd om te stretchen. Om je workout af te sluiten. Boom, hoog. Zodat je niet van het een in het andere haast. Neem de tijd voor jezelf. Andere kant. Neem de tijd om te ademen tussendoor. En rol je schouders. Waarschijnlijk hoorden jullie wat de drillboor op de achtergrond. Ik hoop het niet, maar ze zijn hier behoorlijk bezig. Alleen maar goed natuurlijk, maar misschien heeft het je gestoord. Zet de muziek daar gewoon wat zachter. Oké, dank jullie wel. Hele goede week. Blijf volgen online, live, buiten. Nu is het niet zo lekker buiten, maar er wordt gewoon lesgegeven buiten. Dus ik hoop jullie snel te zien. Fijne dag. Even kijken wie er allemaal kijken. Helemaal leuk. Dank jullie wel.